Ja, waar moet je nou beginnen met al die maatregelen? Ja, het is werkelijk... Jongen, jongen, jongen. Die voetbalstadions mogen niet meer... Daar mag niemand meer komen. Nou, dat is al een maatregel. Goeie god. Ik begrijp daar gewoon helemaal niks van. En er wordt niks gezegd tegen die studenten in Groningen. Nee, want die gaan dus tijdens de persconferentie van Rutte staan die met z'n allen met een man of 30 bij elkaar en holadio. En dat is allemaal oké. In plaats dat je nou eens die studenten aanpakt en die studentenhuizen dichtgooit of weet ik veel wat. Of die sozen waar ze allemaal zitten te klooien. Zij zijn vaak de brandhaard. Nee, weet je wat we dan doen? Dan pakken we de voetbalsupporter aan. Nou ja, hey, totale onzin. En zo gaat het maar door. Wat denk je van de mondkapjes? Daar ben ik nou helemaal de weg kwijt. Ja, want toen het begon, een aantal maanden geleden... Nou, toen moest dokter Anders van Dissel... Nee, niks mondkapjes. En nog steeds, hè? Nee, niks mondkapjes. En nu komt er dan een grote meneer, die Fauci, geloof ik, uit Amerika... en die zegt, nou... Kijk eens goed naar alle gegevens en de data. Lijkt toch wel te helpen, zegt die meneer. Wie er gelijk heeft, Joost en God mag het weten. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, er is verwarring. Niemand weet hoe het zit. Er is geen plicht, het is alleen maar een advies. Het is het advies om dan in de winkel mondkapje op te doen. Maar de winkelier, die kan je dan aan de andere kant kan je weer verplichten. Oh, dus dan maken we van de winkelier weer een soort politieagent. Omdat het kabinet zelf niet de ballen heeft om er een plicht van te maken. En zo gaat het maar door. Dus mensen raken helemaal in de war en zijn het met niks meer eens. En worden alleen nog maar bozer en bozer en bozer en opstandiger en opstandiger. En dat begrijp ik. En dat snap ik. En dat is nou juist wat wij, en dat wil ik eigenlijk vertellen met dit hele verhaaltje, wat we niet moeten doen met elkaar. Het is zo verleidelijk om daarin te trappen en om het kabinet alle schuld te geven en dat als excuus te gebruiken om je af te zetten. Niet doen. Laat die maatregelen de maatregelen. Laat iedereen maar leuteren. Laat iedereen maar doen. Enige nu, en daar komt het op aan, om dit te overwinnen is, blijf bij jezelf. Blijf bij... Ja, het klinkt alsof ik ineens in zo'n, weet ik veel, in zo'n zweefgroep heb gezeten. Of weet ik veel wat. En dat ik in een of andere secte ben geweest. Nee. Maar daar gaat het wel om. Blijf bij jezelf. Ga uit van jezelf. Wat kan jij en wat kan ik bijdragen om te zorgen dat we dat virus kunnen verslaan? Gewoon die afstand houden, handen wassen, niet in drukte gaan. En als het dan... En gewoon je kopie gebruiken. Dat is hem. Heel simpel. Kopie gebruiken. Is het te druk? Ga er niet heen. Ga je er wel in? Even mondkapje op, punt. En meer niet. En ga niet grote feesten geven. En weet ik veel wat meer. Gewoon kopie gebruiken. En blijf bij jezelf. Jongens, het is even niks. Ik weet het. Maar dat wil ik jullie meegeven. Hé, kopie gebruiken.